mogen straks daar wat van hebben. Ik wil nog wat. Ja, ik ook. Nee, nee, meer hebben we niet. Dat hebben jullie toch gezien? De heks is gekomen om de taart te stelen en ze heeft alles op de grond laten vallen. Dat was geen heks. Anne probeerde de taart te pikken. Ja, ja. Dat is waar. Nee, de heks heeft de taart laten vallen omdat ze verrast werd door Anne die de keuken binnenkwam. Heeft zij de heks dan gezien? Nee, dat niet. De heks heeft zich verstopt toen ze Anne zag. Hé, Anne? Je hebt geen heks gezien, hè, Anne? Nee. Zo, zullen we nu nog een spelletje gaan doen of zoiets? Nee, voorlezen. Ja, 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 ja. Van voorlezen. Hans en Grietje hadden zo'n honger dat ze niet konden slapen. En dus hoorden ze wat hun stiefmoeder zei tegen hun vader. Ze wil ons kwijt, snikte Grietje. Maar Hans zei, maak je geen zorgen, ik weet wel wat. En liep de kamer uit. Buiten begon hij kleine witte steentjes voor het huis op te rapen. En hij stopte ze in zijn zak. De volgende dag werden Hans en Grietje door hun stiefmoeder naar het bos gebracht. Die boze stiefmoeder wilde hen daar achterlaten. En... Maar ze verdwalen niet hoor. Ze worden allebei gered. Ja, door die witte steentjes op de grond te laten vallen, hè? Dat klopt. Willen jullie mij het verhaal laten vertellen? Ja, ja. Ja, ja. Hans en Grietje zaten bij een kampvuur in het bos. Ze hoorden vlakbij iemand hout hakken en ze dachten dat hun vader daar nog bezig was. Maar het was niet hun vader die ze hoorden. Het was het geluid van een bos takken die door de wind steeds tegen een dode boom werd geslagen. Hun stiefmoeder had hun vader opdracht gegeven die daar op te hangen. Uiteindelijk werden ze moe van het wachten en vielen in slaap. De zon was toen al verdwenen en het werd al heel erg donker. Oh. Wat is er, Grietje? Het is al zo donker dat we de weg niet meer kunnen vinden in het bos. Maak je maar geen zorgen. Zometeen verschijnt de maan en dan kunnen we de weg naar huis wel weer terugvinden. Hoe dan? Nou, door die witte steentjes, die heb ik één voor één op de grond laten vallen. Kijk, daar is er één. En daar ligt er ook één. Zie je wel? Dat zei ik. Maar de volgende keer lukt het ze niet. Dat weet ik. Dan kunnen ze geen witte steentjes meer vinden en moeten ze het met stukjes brood doen. Maar die stukjes brood worden allemaal opgegeten door de vogels. En dan kunnen ze de weg terug niet meer vinden, hè? Oké, dat is waar. Hans en Grietje werden opnieuw door hun stiefmoeder achtergelaten in het bos. En deze keer konden ze de weg naar huis niet meer terugvinden. Ze bleven maar lopen en lopen. Ze liepen de hele nacht. Ze bleven maar rondlopen op zoek naar hun huis. En ze kregen ook vreselijke honger. En op de derde dag kwamen ze bij een vreemd huis. Een huis van snoep. Ja, dat is zo. Van snoep, ja. Het huis was gemaakt van brood en taart. En het dak was gemaakt van chocola. En de ruiten waren gemaakt van suiker. Lekker die chocola. En die cake smaakt ook heerlijk. Ah, jullie zien eruit als lieve kinderen. Kom toch binnen, er is binnen nog meer snoep. En alles smaakt daar zo heerlijk. Ja? Zullen we naar binnen gaan, Hans? Het leek een lieve heks, maar eigenlijk had ze hele valse plannen. Ze was van plan Hans en Grietje gaar te koken in een grote pot en dan op te eten.
Wat heb je nou, Anne? Niet huilen, Anne. Het is maar een verhaaltje, hoor. Ze worden echt niet opgegeten door die heks. Echt niet? Wat? Nee! Ze ontsnappen aan die heks. Ik zal niet meer huilen. Nou, schiet eens op met het verhaal. Je moet niet verklappen hoe het verhaal verder gaat, Billy. Dan is het niet spannend meer. Maar ze hoeven niet te huilen als ze weten dat het goed afloopt met Hans en Grietje. Dat is toch zo, hè? Zo is het toch? Ja. Oké. Nou, waar waren we gebleven? De heks heeft Hans en Grietje net binnengelaten. Ja, heksen hebben rode ogen. En ze kunnen niet ver zien, maar ze kunnen heel goed ruiken. Hé, Billy. Zeg, Alfred. Wat is er, Billy? Waarom hebben heksen eigenlijk rode ogen? Omdat... Oh, wat ben ik moe. En Winnie is er nog steeds niet. Ik wist niet dat heksen rode ogen hadden. Eens kijken hoe dit verhaal eindigt. Omdat ik erg graag met jou wil trouwen, Alfred. Wat? Trouwen? Ja, trouwen. Geen sprake van. Dat gebeurt echt niet. Waarom zou ik trouwen met een heks? Omdat ik dat wil. Laten we nu meteen trouwen.